En er valt inderdaad niet aan te ontkomen van de week ons klimaat. Wie wil investeren in groene economie, die krijgt de steun van de volle overheid. Dat zou je tenminste denken, zeker in Vlaanderen dat in alles het voortouw wil nemen. Tot een milieubewuste ondernemer een biogasinstallatie wil oprichten. En dan start een administratieve hel. Propere lucht en Kafka in Vlaanderen, Lieven van den Houten. De Verbeke Foundation in Kemzeke is wellicht het grootste privémuseum van het land. 12 hectare, waarvan 2 overdekt. Dit is het enige museum van het land waarbij de bezoeker bij binnenkomst gratis aangeboden krijgt een poncho. Voilà. En zo zijn we gewapend. Het is ook een beetje een doemmuseum. Kijk eens. Boeiend museum, maar voor doorzetters. Want in de winter kan het binnen bijna vriezen. Tja, een ruimte van 2 hectare verwarmen, dat is natuurlijk onmogelijk. Je hebt een enorme kost en een gigantische wolk CO2. Maar eigenaar Geert Verbeke heeft een lumineus idee. Geert Verbeke had vroeger een transportbedrijf, maar hij raakte zo bezeten door kunst dat hij zijn bedrijf verkocht om een museum te beginnen. Nu droomt hij van een biogasinstallatie. Dit zijn de bestaande sterrenstructuren. Dit was de bestaande loods die met een stuk uitgebreid wordt en waarvoor dan 7 silo's gezet worden voor de methanisatie. Hier ligt al een 6.000-7.000 ton mais klaar voor de vergisting, maar de hele berm is mais. Compleet mais. Waar komt ze precies? De bedoeling is eigenlijk om de installatie hier te plaatsen. Het zijn eigenlijk een 7-tal betonnen silo's waar de mais gefermenteerd wordt, waar methaangas ontstaat. En met die gas kun je eigenlijk elektriciteit opwekken. De installatie zou groene stroom kunnen leveren aan 7000 gezinnen. Naast de productie van groene elektriciteit heb je warmte. Voor ons complex van 20.000 vierkante meter kunnen we gratis verwarmen. Compleet gratis verwarmen. En CO2? 100% CO2 neutraal. Ginder is een bos. Ginder is een bos. Daar is de expressweg. Hier woont niemand. Toch is er een actiecomité dat tegen begonnen. En u weet het net zo goed als ik, een politieker. Oh, wat denkt hij? Onze stemmetjes voor de volgende ronde. Hier in Rumbeke, bij Roeselaar in West-Vlaanderen, hebben ze al zo'n biogasinstallatie. 5 silo's vol met biologisch materiaal, onder meer mais. En door fermentering ontstaat er gas en daarmee wordt elektriciteit gemaakt. Ja, je ruikt het natuurlijk een heel klein beetje, maar eigenlijk stinkt een varkensbedrijf meer. Niets lijkt dus een biogasboerderij in Kemzeke in de weg te staan. Verbeke heeft al 11 miljoen euro bijgekregen en is klaar om te bouwen. Alleen de vergunningen laten al 8 jaar op zich wachten. Bouwvergunning gekregen, maar geen uitbatingsvergunning. Opnieuw aangevraagd, uitbatingsvergunning gekregen, maar geen bouwvergunning gekregen. Dus het is gewoon crazy wat ze hier eigenlijk aan het doen zijn, onbegrijpelijk. Derde maal aangevraagd, 2009. Door de administratie van stedenbouw, wat staat erin? U kunt het zelf meelezen, de stedenbouwkundige vergunning kan voorwaardelijk worden verleend. De uitbattingsvergunning aanvraag, 23 juni 2009, de commissie adviseert gunstig voor een termijn van 20 jaar. Dus zowel de uitbattingsvergunning als de bouwvergunning worden gunstig geadviseerd door de administratie en toch is de politiek niet. Ik begrijp het niet. Voorlopig moeten de bezoekers van de Verbeke Foundation dus de poncho aanhouden. Ja, mevrouw Schouwvliegen, minister van Cultuur en Milieu, dus dit moet u wel degelijk ter harte gaan. Maar als ik dit zie, dan denk ik, dit is een van de problemen van Vlaanderen. De vergroening van de economie wordt tegengehouden door regeltjes en procedures.
Wel, het is inderdaad wel typisch Vlaanderen. We zijn dicht bevolkt, we hebben niet veel plaats, we hebben ook een kleine kustlijn en iedereen wil dat we investeren in groene energie, maar we zien als er inderdaad een initiatief komt, dat er actiecomité's zijn, in dit geval bijvoorbeeld ook de milieubeweging, die vooral telkens in beroep gaat. En we merken dat dat tal van initiatieven tegenhoudt. Ja, want dat is des te merkwaardiger. Het is inderdaad de milieubeweging die hier tegen in beroep gaat, die dus eigenlijk tegenhoudt dat er een CO2-neutrale centrale ontstaat. Ja, inderdaad. We stellen dat vast. Er is blijkbaar, zijn er mensen die dat niet in een achtertuin willen, die vrezen voor geuroverlast of hinder. Soms terecht, soms onterecht. Procedures bestaan ook om mensen de mogelijkheid te geven om die vrees te uiten. Maar het is dan wel de taak van de politiek om moedig te zijn en dat misschien gewoon door te drukken. Maar in dit geval, het is natuurlijk moeilijk om echt heel specifiek op dit geval door te gaan. De milieuvergunning was verleend. De bouwvergunning, daar is blijkbaar nu een probleem mee. Het is wel zo dat wij de ambitie hebben om de procedures te bekijken. We gaan niet inboeten op inspraak en ook zorgen dat mensen hun bezorgdheden kunnen uiten. Maar we kunnen niet telkens opnieuw procedures beginnen en een procedureslag. Dat is voor niemand niet goed. En daarom gaan we ook in de Vlaamse regering wel kijken wat we daar kunnen aan doen. Want dit remt wel degelijk de vergroening van Vlaanderen af. Als we eens kijken naar Wallonië, daar duurt het een paar maanden voor je duidelijkheid krijgt of je bijvoorbeeld een windmolenpark mag inbouwen. In Vlaanderen kan dat jaren duren. Ja, maar Wallonië heeft ook wel meer ruimte als Vlaanderen. Bij ons zien we inderdaad dat buurtbewoners ook bij windmolens dikwijls terecht ook vrees hebben voor slagschaduw, lawaai en dan put men zijn rechten uit. En ik vind dat ook normaal dat men die kans heeft, maar we moeten ook kijken dat we niet elk initiatief fnuiken of tegenhouden. Het moet sneller kunnen gaan. Het moet sneller kunnen gaan zonder de procedure daarom ook zomaar opzij te schuiven. Je moet ook wel zorgen dat er inspraak kan zijn vanuit de bevolking. Laten we het eens wat ruimer bekijken. U gaat ook naar Kopenhagen, naar de milieuconferentie. Wat gaat Vlaanderen daar op tafel leggen? Vlaanderen schakelt zich volledig in het Europese verhaal. Europa die heel ambitieus is. Ambitieus van heel onze wereld eigenlijk. Zij zegt van kijk, we gaan naar een reductie van broeikasgassen -20%. Maar als iedereen wereldwijd meedoet, dan gaan wij voor -30%. Mm. En dat is ook de ambitie van Vlaanderen. Dat ondersteunen wij volledig. Als de wereld meedoet. Ja, inderdaad. Ik denk dat Europa daar terecht zegt van iedereen moet meedoen. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Je mag natuurlijk niet als Europa gewoon op een eiland leven en op die manier ook de concurrentiepositie van Europa, van onze bedrijven op het spel zetten. Zou je eigenlijk als Vlaanderen niet moediger moeten durven zijn en zelf het voortouw nemen? Maar ik vind het goed dat wij als Vlaanderen, en dat is ook het Belgische standpunt, dat wij ons inschakelen in het Europese verhaal. Omdat het klimaat stopt niet aan de grenzen. Het is goed dat wij allemaal samen vanuit Europa een vuist kunnen opwerpen naar de rest van de wereld en zeggen van doe allemaal mee. Dit is dringend en er moeten maatregelen genomen worden. Maar Wallonië bijvoorbeeld is moediger en wil wel de uitstoot met 30% verminderen tegen 2020. Maar ik weet niet of Wallonië moediger is. Wij hebben in Vlaanderen al een Vlaams klimaatbeleidsplan waar heel concrete doelstellingen in staan, concrete maatregelen die wij nemen. We zijn er al mee bezig van in 2006 maar en het heeft ook resultaat. Mijn 30% is wel duidelijker en moediger dan -20% toch? Ja, nee. Europa zegt ook -20, maar als iedereen meedoet -30. Ja, maar Wallonië zegt nu al -30, sowieso. Ja, Wallonië zegt het wel. Hij stelt dit ergens in een beleidsnota, maar er zijn nog geen concrete maatregelen aangekoppeld. Daar staan wij als Vlaanderen al veel verder. Wij hebben al een klimaatbeleidsplan met heel concrete maatregelen en de resultaten zijn er nu al in Vlaanderen. In 2008 hebben wij een reductie kunnen realiseren van -10,8%. Door de economische crisis toch? Nee, ik wil dit relativeren. In 2008 is de crisis eigenlijk maar in oktober, november losgebarsten. En ook in 2007 hadden wij een reductie van -7,8%. We doen het goed in Vlaanderen omdat we ook een concrete aanpak hebben met een plan dat op lange termijn een aantal doelstellingen vastlegt. Dus ik zou zeggen, het is goed dat Wallonië nu concrete doelstellingen heeft, maar ik hoop dat ze ook maatregelen nemen en dat ze daar ook een plan aan koppelen. Ja. Wat mij opviel eerder in dit gesprek is dat u zei, we mogen vooral onze economische groei niet in gevaar brengen. Wel, het is logisch dat wij niet op een eiland leven en als wij meer en meer willen doen dan landen rondom ons, dan kan dit inderdaad onze concurrentiepositie in het gedrang brengen. Aan de andere kant is klimaat ook wel een uitdaging. Als wij nieuwe technologieën kunnen ontwerpen en we kunnen daarmee naar het buitenland gaan, kan dit ook een economische troef zijn. Dus het is niet allemaal een nadeel, maar ik vind het goed dat wij ons inschakelen in het Europese verhaal en dat doet ook België. En ook Wallonië deelt trouwens die mening. Moet je bijvoorbeeld, om dat te realiseren, ook niet
strenger durven zijn naar de burger en gewoon rekeningrijden bijvoorbeeld invoeren? Wel, er zijn nog heel wat maatregelen die kunnen worden genomen. De vergroening van de autofiscaliteit staat ook in het regeerakkoord. Daar zal mijn collega Hilde Krevits ook wel werk van maken. Ik denk dat je verschillende aspecten moet doen. Je moet een aantal zaken opleggen, maar dan moet je ook mensen die inspanningen doen, ondersteunen. Hè. Mm-hmm. En je moet ook veel overleg plegen met de verschillende sectoren. Voor ons is het belangrijk dat het betaalbaar is, dat het haalbaar is en dat het ook aanvaardbaar is. Want anders ga je een soort aversie creëren van de bevolking en dan sta je zeker nergens. Huizen isoleren bijvoorbeeld, ook daar is Wallonië en het nieuwe Marshallplan ambitieuzer dan Vlaanderen. Hè? Wel, wij hebben daar ook al heel wat gedaan. Ook in ons Vlaams klimaatbeleidsplan staan maatregelen rond isolatie en we doen het daar goed. Vanaf januari bijvoorbeeld 2010 wordt het energiepeil van woningen is dat veel strenger en moeten nieuwe woningen die gebouwd worden aan hoge energienormen voldoen. Dus ik vind dit wel heel belangrijk. Ook bijvoorbeeld de isolatiepremie voor daken is ingevoerd, is een groot succes. Dus we doen daar wel grote inspanningen. We hebben daar ook concrete doelstellingen. Dus ik denk niet dat we daar achterop blijven ten opzichte van Wallonië. Oké, bedankt mevrouw de minister. Dank u.